Ja, dames en heren, we staan hier op de Botermarkt in Haarlem en we zijn aan het opnemen voor de geïmproviseerde talkshow. Ik, Stefan Schorrel, ben een talkshow-host zonder gasten en zonder studio. Dus we gaan hier vandaag wat mensen aanspreken en kijken of ze te gast willen zijn bij mij in de show. Ik kijk even om me heen en ik zie niet zoveel. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Heeft u een paar minuutjes voor mij over? Wilt u te gast zijn in mijn talkshow? Nee, dank u wel. Wil je te gast zijn in de geïmproviseerde talkshow? Nu op dit moment? Nu op dit moment. Een paar minuutjes. Ja, de bibliotheek is nog de hele dag open. Nou, dat is waar, maar ik moet echt nog aan het werk, sorry. Ben je familie van Jesse? Ik ben geen familie van Jesse. Oké. Nou ja, nou, je lijkt een beetje op. Dank je wel. En je veel plezier in de bib, hè? Hey, dank je. Lekker lezen. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, wilt u even bij me komen? U mag uw muts ook ophouden, hoor. Ik vond hem wel leuk. Ja. Oké. Okay. Meneer, heeft u een paar minuutjes tijd om bij mij in de geïmproviseerde talkshow te zitten? Ja hoor. Ja? Dan zeg ik start de show. Ja. Hartstikke leuk, wat is uw naam? Hans. Hans, oké. Okay. En Hans, wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben masseur. Oh, dat is een spannend beroep. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, en Hans, in de talkshow wordt natuurlijk ook altijd iets verkocht of promotie gemaakt. Heb jij iets waar jij promotie voor wil maken? Promotie voor wil maken? Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Hans, super fijn dat je bij mij in de show bent. De geïmproviseerde talkshow. Ja. Ik ben een talkshow host zonder gasten en zonder studio. Ja. Dus vandaag zijn we op zoek naar gasten. Ja. En ik vind het heel fijn dat jij bij mij in de studio bent. Hans, je bent masseur. Ja. En waarom ben je masseur? Nou, omdat het heerlijk is om mensen te verwennen. En mensen die hebben het heel erg druk. En die komen dan een uurtje lekker eens een keer aan zichzelf toe. En daar worden ze heel erg blij van. En ik ook. Ja, want u krijgt wel waardering voor uw werk, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ik krijg er waardering voor. En vaste klanten die terugkomen, die... zoiets wil je vaker dan, hè. Vooral heel gestreste mensen, stijve schouders, stramme ruggen, onderruggen. Daar is heel veel werk aan en het is leuk om te doen. En krijgt u zelf ook wel de spierpijn van het masseren? Nee. Ik doe het zo dat ik er geen spierpijn van krijg. Bovendien neem ik zelf af en toe een massage. Want ja, ik ga zelf ook af en toe eens liggen bij een collega. Ja. Precies. Mijn concurrent, of niet? Nee, een collega. Okay. Nee. En Hans, wat was je vandaag aan het doen? Waar was je naar op weg? We zijn een Serious Request geweest natuurlijk, hè? Met mijn twee jongens. Mijn jongens van 15 en 17, die wilden het ook zien. En het is nou een keer in Haarlem, dus lekker dichtbij, want wij wonen in Hoofddorp. En dan willen we dat een keer live zien, want je kan het wel op tv zien. Maar je moet het eigenlijk in de kou en zoals hier, hè, moet je het lekker beleven. Zeker, het is zeker een beleving. En het is natuurlijk voor een goed doel. Heeft u ook al gedoneerd? Ja, ik heb al gedoneerd. Ja. Hartstikke goed. En Hans, heb je verder nog passies naast het masseren? Naast het masseren heb ik nog passie reizen, fietsen, zwemmen. Passies genoeg. Okay. Natuur, van alles. En wat ga je met de kerst doen? Met de kerst zijn we lekker thuis. We zijn met alle kinderen thuis. We gaan gourmetten en zingen en lachen. Oh, dat klinkt goed. Ja. Ja. En we gaan naar de kerk. Ook naar de kerk? Want u bent gelovig? Ja, ik ben ook gelovig, ja. En welke religie hangt u aan? Christelijk. Christelijk? Ja. En uw kinderen ook? Ja, mijn jongens gaan ook mee. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Dat zie je ook niet zo vaak meer tegenwoordig. Nee, mijn jongens gaan ook mee. En, hartstikke mooi. Prachtige viering. Want ja, het gaat om het kindje Jezus, hè. Ja. Daar zijn we allemaal blij mee. Ja. Zeker weten. Daarom vieren we kerst natuurlijk. Hans, zou je nog ergens promotie voor willen maken? Een boodschap, een kerstboodschap achterlaten? Kerstboodschap. Mensen, wees gezellig tegen elkaar. Verklein je ego, zodat een ander ook eraan toekomt. Haal je inspiratie uit de kerst om weer gezellig en prettig met elkaar om te gaan. Want de wereld heeft dat heel hard nodig. Zeker weten. Nou, dat was best wel een happy ending. Bedankt voor dat je in mijn show wilde zijn. Ja. En ik wens je nog een fijne dag. En wat is jouw voornaam? Stefan. Stefan, had je al gezegd, hè? Dat had ik volgens mij al gezegd, maar dat maakt niet uit. Dankjewel. U ook. Precies. Dankjewel.